Goedemorgen iedereen en welkom bij Boost 2023. Onze vierde editie van ons event, waar we naar goede gewoonte een aantal boeiende sessies vol tips en tricks voor jullie daarvoor brengen. Mijn naam is Michael, ik ben de host doorheen de dag. Voor de mensen die er de vorige edities al bij waren, die weten dat wij een aantal sessies brengen. Vandaag zijn dat er 6, gepresenteerd door mijn 6 geweldige collega-trainers die elk vanuit hun eigen discipline of specialiteit het beste naar voren zullen brengen. De sessies zullen te herbekijken zijn vanaf volgende week op YouTube. We gaan die netjes in stukjes opdelen en dan kunnen jullie die daar herbekijken. Voor degenen die er vorig jaar bij waren, die weten het misschien wel nog. Wij hebben de godganse dag over donuts gepraat. Voor dit jaar hebben wij een ander onderwerp gekozen. Wij gaan aan de slag gaan met een fictief muziekfestival, Boostbox genaamd, dat een beetje de rode draad zal vormen doorheen alle sessies. De onderliggende rode draad van deze dag is workflow. Nu, waarom hebben we workflow gekozen? Wij weten vanuit onze ervaring dat workflow soms wel een keer een issue is. En als jullie net als mij grafisch vormgevers zijn, dan weten dat dat nogal commonplace is in onze sector, om het zo te zeggen. Workflow, dat is iets dat moet gemanaged worden. En ja, doorheen de jaren, denk ik, is dat op veel plaatsen een beetje een probleem geworden. Waarom? Omdat de tools daar niet zijn op hun plaats. De wereld is ook wel wat veranderd. Er is heel veel telewerken de dag van vandaag. Dus ja, veel moving parts. En dat maakt het moeilijker om een degelijke grafische workflow eigenlijk te installeren in uw omgeving. Nu, wij gaan een keer kijken wat dat we eigenlijk out of the box bij Adobe krijgen om ja, het beter te gaan doen. En dat gaat doorheen alle sessies vandaag aan bod komen. Een paar van die kernaspecten die daarbij belangrijk gaan zijn, en dat ga ik zo dadelijk ook eventjes opzetten met jullie, dat is dataopslag. Dat is een hele belangrijke, dat je zorgt dat je materiaal ten allen tijde beschikbaar is. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de rest van je team. Dat er vlotte manieren zijn om te gaan communiceren met elkaar en eventjes vergeten in verband met die dataopslag. We spreken daar graag van de single source of truth, iets wat dat wel een issue. Is een klein voorbeeldje. Zoek een keer in uw bedrijf naar een bestand van uw logo op uw server of op uw opslag en dan ga je daar misschien wel 100 varianten van vinden. Nu, wat dat we optimaal graag zouden hebben, is dat alles herleidt naar hetzelfde bestand, maar dat is natuurlijk moeilijk te realiseren soms. Maar wij gaan zien hoe dat eventueel wel zou kunnen. Een ander aspect zijn natuurlijk de tools. Die gaan doorheen de sessies vandaag aan bod komen. Hè. Welke grafische tools gebruikte, welke platformen gebruikte om u te organiseren. En daar ga ik zo dadelijk ook nog in duiken. En belangrijk bij de keuze van die tools en ook bij het werk in het algemeen is communicatie. Hoe ga je gaan communiceren met je team, met je klanten om bepaalde informatie te gaan behalen. Dingen zoals revisies, feedback, vragen op designs zijn allemaal aspecten die we vandaag aan bod gaan laten komen. Dus ik ga eventjes starten met ja, eigenlijk de kern of het onderliggende. En ik ga hier al eventjes iets openzetten terwijl we gaan een keer kijken naar project management, want dat is toch wel niet onbelangrijk. En een voorbeeldje daarvan, om projects te gaan managen, ja, dat gebeurt in heel veel omgevingen op heel verschillende manieren. En dat verloopt niet altijd heel efficiënt. Er zijn nog veel omgevingen of mensen die werken simpelweg via mail. We gaan heel veel dingen via WeTransfer naar elkaar gaan delen en dergelijke. Dus we spreken daar heel vaak van een asynchrone workflow. Dat wil zeggen dat er dat je altijd met bottlenecks zit in je workflow. Nu op dat gebied, ja,
Er zijn heel wat platformen de dag van vandaag die een moderner workflow beter ondersteunen. En ik heb daar één voorbeeldje van openstaan, een platform dat wij wel graag gebruiken, maar het is zeker niet het enige. Dat kunnen we hier nu even bekijken in mijn browser. Is bijvoorbeeld Monday.com. Er is ook bijvoorbeeld een Asana. Ik denk Jira wordt ook vaak gebruikt in bedrijven en dergelijke. Maar Monday is ook zo'n mooi voorbeeld van een modern platform. Nu waarom? In zijn kern is een platform zoals Monday dient dat om natuurlijk jobs en projecten te gaan creëren, daar subjobs aan te gaan toekennen en je werkt daar met heel je team in samen. Dus dat is al een heel belangrijk aspect. Dat je dat goed kunt gaan organiseren. Nu, zo'n platform, als je daar naar op zoek wilt gaan voor je bedrijf of voor jezelf, want veel van die dingen kun je voor jezelf gratis gebruiken, dus zeker de moeite om eens te gaan bekijken. Maar als je eentje zoekt voor je bedrijf en surtout in een grafische omgeving, wat zijn dan zo de belangrijke dingen waar dat je op moet gaan letten? Ik vind in eerste plaats, ik heb heel graag dat zo'n platform er mooi uitziet. Dus de UI, dat is voor mij al van groot belang. Dat je daar graag 's morgens in aan de slag gaat natuurlijk. Een ander aspect is ook de usability of de user-friendliness van dat platform. En dat moet heel goed ineenzitten, vlot werken, overzichtelijk zijn. En je moet ook op meerdere manieren je projecten kunnen weergeven bijvoorbeeld. Nu, wat je hier ziet is een tabelweergave bijvoorbeeld. Maar hier gewoon in geïntegreerd is ook een Kanban-weergave bijvoorbeeld, zodat je, zoals met Trello, wat dat heel veel mensen wel kennen, dat je daar ook diezelfde view of deze view in Kanban-vorm op je project eigenlijk hebt. Dus dat zijn belangrijke aspecten. Wat is er nog belangrijk aan de keuze van zo'n platform? Dat dat schaalbaar is. Wat bedoelen we daarmee? Dat je daar natuurlijk in kunt gaan uitbreiden naarmate je projecten uitbreiden of dat je meer projecten aanneemt of als er mensen bijkomen natuurlijk in je team. Dus je moet dat heel makkelijk kunnen schalen met de groei van je bedrijf op gebied van werk en mensen. En dan een ander aspect dat heel belangrijk is, dat is integraties. Integraties, dat zijn een vorm van plugins of de mogelijkheid om verbindingen te gaan maken met andere platformen. Bijvoorbeeld met Microsoft 365 of met het Google Workspace, de Google Workspace omgeving. Als je daarmee kunt gaan verbinden, zodat je connecties kunt leggen met Google Drive, met OneDrive, met Creative Cloud bijvoorbeeld, des te beter, want dat wil zeggen dat je alles op één plaats kunt gaan managen en dat iedereen ook heel gemakkelijk zijn weg gaat vinden naar de nodige bestanden en dergelijke. Goed. Ik weet niet of dat daar vragen over zijn, dat heb ik nog niet meegegeven, maar doorheen de dag zullen er aan het eind van de sessie er telkens tijd voor wat vragen. Dus zet die gerust hier in de chat als je dat wilt. En dan zullen wij die zo goed en zo kwaad mogelijk trachten te beantwoorden aan het eind van de dag. Alright, we gaan onze setup doen voor vandaag en wij gaan daarvoor cloud storage gaan gebruiken. Nu, asset management is natuurlijk een kernaspect van een goede workflow en we gaan een keer gaan kijken wat dat we eigenlijk out of the box kunnen gaan gebruiken. Nu, ik weet dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. Er zijn nog heel wat bedrijven waar er bijvoorbeeld met een server wordt gewerkt. In de tijden van telewerken was dat best wel spannend, want dat wil zeggen als we thuis moesten gaan werken, dat er dan heel vaak met VPN-verbindingen werd geconnecteerd met die servers, wat dan niet zo optimaal is voor een grafische omgeving. Waarom? Omdat wij in het grafische heel vaak zware files moeten openen of dat wij aan redelijk logge bestanden werken. En ja, dat is wel een issue met servers en VPN-verbindingen. Nu, de hele coronacrisis die heeft ervoor gezorgd dat er natuurlijk wel heel veel bedrijven ook geswitcht zijn naar cloud storage bijvoorbeeld. En dat is ook een van de dingen die wij gaan gebruiken vandaag. Nu, cloud storage,
moet je natuurlijk bekijken welke kun je gebruiken of welke gebruikte al in je bedrijf. Bijvoorbeeld bij Microsoft zitten heel veel mensen op SharePoint, dat geconnecteerd is met OneDrive. Wij werken bij Typographics of de Talent Academy, beter gezegd met Google Drive bijvoorbeeld, waar al onze data op staat. Maar je krijgt ook van Adobe zelf 1 terabyte als je in een team license zit, opslag, of voor de thuisgebruikers, de single users, is dat 100 gigabyte opslag dat je online hebt. Wat dan niet mis is natuurlijk, daar kun je al wat in gaan zetten. En daar gaan wij vandaag ook gebruik van maken. Nu, jullie krijgen na afloop of bij de heruitzending zal er een download zijn van alle files per sessie die je kunt gaan afhalen. Zo ook hier van de bestanden die je zo dadelijk hier gaat zien in mijn geval. Goed, eerst en vooral voor die cloud storage. Ik ga eventjes hier de Creative Cloud Desktop app gaan openen. En dan kunnen jullie eventjes meekijken. Jullie kennen dat ding wel, de Creative Cloud Desktop app. Dat is waar dat je 2 wekelijks ongeveer moet langsgaan voor updates van je applicaties te doen. Iedereen kent dat ook wel van ja, applicaties te gaan installeren. Maar wat dat iets minder bekend terrein is voor heel veel mensen, is hier bovenaan het files gedeelte. Nu, als ik daarop klik, dan komen wij in een ander deel dus van de desktop app. En dan zien we aan de linkerkant your files, your libraries, shared with you and deleted. En helemaal onderaan zie je open sync folder. Ik ga daar zo dadelijk op klikken. Maar vooraleer dat ik daar naartoe ga, wil ik hier eventjes deze library sync error laten zien die ik ga op trachten te lossen. Oké. Als er iets kan fout gaan, zal het fout gaan. Goed. Maar ik ga hier eventjes in kijken, wat kun je hier zien? Cloud storage staat er hier bovenaan en ik heb hier een opslag van 1 terabyte, waarvan ik er nu 200 gebruik. Nu, Creative Cloud gebruikt die opslag voor heel wat zaken. Dat is niet alleen voor bestanden, maar ook je bibliotheken zitten daarin. En voor de mensen die bijvoorbeeld Lightroom CC gebruiken, ook heel je fotobibliotheek maakt daar gebruik van. Dus toch wel een gigantische opslag, zeker bij deze team licenses, die 1 terabyte. En ik ga een keer beginnen met een heel basic manier van file storage. En daarvoor klik ik helemaal links onderaan hier op Open Sync Folder. Nu, dan gaat Creative Cloud Desktop App mij naar de Finder of de verkenner op Windows gaan brengen. En dan zit hij eigenlijk in die map van Adobe. Nu, je ziet dat hier ook aan de linkerkant. Op de Mac zit hij genesteld bij de favorieten. Bij Windows is dat denk ik in de Quick Links of ook in de Favorites aan de linkerkant zou die daar moeten staan. Als je die daar niet ziet staan, dan heb je die oftewel verwijderd of de Creative Cloud Desktop App is niet geïnstalleerd op je systeem. Goed, we komen dus in die map terecht en alles wat dat je hier zet, dat kun je gewoon gaan delen of dat wordt geüpload, beter gezegd, in eerste plaats naar de cloud. Dus dan zit dat al in je cloud storage. Super handig, logde jij in op een andere computer met je Adobe ID in de desktop app, dan zal alles ook van je werk naar daar gesynchroniseerd worden natuurlijk. Dus wij gaan dit hier ook gaan gebruiken en ik heb hier al bovenaan een zipfile klaarstaan, project folder noemt dat ding. Nu, dat is een van de files die jullie ook meekrijgen na deze sessie. Dus dat is deze zipfile hier, project folder. Nu, waarom staat dat hier gezipt? Dat is een klein tipje voor jullie al op gebied van workflow. Telkens als ik een nieuw jobje krijg of ik heb een nieuw project dat ik wil opstarten, moet ik maar gewoon dubbelklikken op die zipfile. Die wordt hier uitgepakt en zoals dat je kunt zien, heeft die al een volledige interne structuur die uitgebouwd is voor de manier waarop dat ik mijn projecten organiseer althans. Je kunt dat naar wens aanpassen natuurlijk. Misschien heb je al je eigen manier van je mapindeling. Misschien heb je totaal geen mapindeling en gooi je alles maar op je desktop. Zulke mensen moeten er ook zijn natuurlijk. Maar we houden toch liefst alles een beetje gesorteerd. Dus in dit geval hebben wij een mooie project folder. Ik geef daar een concrete benaming aan natuurlijk. Dus ik ga dat hier eventjes Boostbox noemen. Ik ga er nu wel demo achter zetten, want zoals dat je kunt zien, heb ik hier al een Boostbox 2023 folder waar we straks in verder werken. Maar ik heb dus die map Boostbox demo aangemaakt.
Nu, ik ga daar niet alleen aan werken. Al mijn collega's gaan daar vandaag ook aan meedoen, dus ik ga die mensen uitnodigen. Hoe doe je dat? Eén keer dat dit ding gesynchroniseerd is, kan ik hier op rechtermuis klikken en ga je een optie vinden in het rechtermuisklikmenu van Adobe zelf. We zien hier staan View on Website en daar staat zo een Adobe-icoontje naast. Ik ga erop klikken, dan gaat Chrome opengaan en die brengt mij naar die map, Boostbox demo. Ik zie daar ook al die mappen staan en wat we hier zoeken is hier aan de rechterkant dat share-icoontje. Ik ga daarop klikken, dan gaat er een klein drop-down menu'tje open. Ik heb daar twee opties, invite en get link. Wat is het verschil tussen die twee? Via get link krijg ik gewoon een deelbare URL naar deze map. Die kan ik sturen naar één ieder wie dat wil. Op die manier kunnen zij hier ook naartoe gaan en zij kunnen dan eigenlijk die files gaan downloaden. Dus dat werkt even goed naar mensen zonder een Adobe ID in feite. Ik gebruik bijvoorbeeld heel vaak Creative Cloud Files om input te krijgen van klanten. Bij mij is dat meer in de context van opleidingen, maar de cursisten die moeten mij altijd bestanden doorsturen. Nu, ik weet, die cursisten hebben allemaal een Adobe ID, dus ik ga die meestal inviten voor een map en dan kunnen zij daar eigenlijk al hun materiaal in gaan dumpen en dan kan ik dat verwerken. Via GetLink kan ik eigenlijk downloads aanbieden of mensen gewoon toegang geven tot die map om downloads te gaan doen ook. Ik gebruik dat bijvoorbeeld ook vaak in de plaats van een WeTransfer. Ik weet dat dat heel vaak gebruikt wordt in onze sector, WeTransfer, maar je kunt in je Creative Cloud Files een zip-file zetten. Max file size is 4 gigabyte per file, maar dat is dus een valabele methode om eigenlijk bestanden te gaan delen als je wilt. Ik heb al meer dan één keer tegengekomen dat een WeTransfer-link vervallen was op het moment dat ik hem wou gaan openen. Dat gaat hier natuurlijk niet gebeuren, zolang dat je die zip-file laat staan in je files. Kunnen de mensen daaraan. Nu, ik ga samenwerken, een collaboratie gaan opstarten met mijn collega's. Dus ik ga hier via de invite optie. Klik op invite, krijgen we dit venster te zien. En ik heb hier al een tekstbestandje klaargezet met al de mailadressen van mijn collega's. Nu, keep in mind dat je wel het mailadres hebt van het Adobe ID van die persoon waarmee dat je gaat gaan samenwerken. Wat dan niet altijd het geval is. Ben al meerdere keren tegengekomen bij klanten van ons, dat zij werken met een algemeen adres, omdat ze daar Adobe ID's delen of zo. Dus dat is mogelijk. Dus zorg gewoon dat je het mailadres hebt dat gekoppeld is aan het Adobe ID. Ik ga die gewoon eventjes kopiëren, dan kom ik terug naar hier. Ik ga die daar allemaal netjes in plakken. En dan heb ik hier nog een belangrijke optie te selecteren. Momenteel staat daar Can View. Nu, dan zouden mijn collega's hier niet te veel kunnen aanvangen of zelf niet kunnen werken in die mappen, kunnen ze enkel bekijken. Dus ik ga zeggen Can Edit of Kan Bewerken en dan nodig ik iedereen uit. Zij krijgen daar nu allemaal een notificatie. Waar krijgen zij een notificatie? Je gaat die enerzijds hier in de Creative Cloud Desktop app bovenaan rechts zien verschijnen. En mijn collega Jensie heeft gewonnen vandaag. Hij is de eerste om de Boostbox demo map te accepteren. Dus ik krijg dat daar in mijn notificaties te zien. En ik krijg dat ook hier in de browser te zien bij het notification icon. Dat ook elke Moras nu lid is geworden van de map. Goed, die zijn alvast lid, dus dat wil zeggen dat zij aan hun kant in de Finder ook deze map te zien krijgen, dat ze daar toegang toe hebben en dat ze daar bestanden in kunnen gaan zetten of materiaal uit kunnen gaan halen natuurlijk. Dus dat is al heel handig om te gaan samenwerken. En die bestanden worden continu gesynchroniseerd, dus je hebt die altijd dicht in de buurt. Een tweede ding dat we gaan gebruiken voor ons project, iets waar ik persoonlijk zeer grote fan van ben, dat is een CC library. Die zijn er al een tijdje, voor degenen die daar nog niet mee werken. Doe dat gewoon, dat gaat je workflow enorm versnellen. Nu, over CC libraries, waar vinden we die? Ook daarvoor moeten we naar de Creative Cloud Desktop app gaan. En bovenaan, again, naar Files. En dan hier aan de linkerkant ga je naar Your Libraries. Nu, er zijn
een paar manieren om hier bibliotheken in te krijgen of aan te vullen. En ik ga er snel een keer over een aantal methodes gaan. Nu, stel dat wij from scratch willen beginnen en we gaan een nieuwe bibliotheek aanmaken, dan kun je hier rechtsboven op New Library klikken. Ik ga dat nu eventjes doen. New Library. Uiteraard een naam aangeven. Ik ga dit Boostbox Demo weer noemen. Voilà. En afhankelijk van het soort licentie of Adobe ID dat jij hebt, ga je hier mogelijk een extra optie onder zien staan. Dat is iets dat ze vorig jaar uitgerold hebben in België. Die Save To optie. Sorry, eventjes centreren. Die Save To optie dat je hier ziet. Nu, dat is iets dat uniek is voor bedrijven eigenlijk. En wat is dat? Hier zie je nu staan Save To Everyone, Typographics. Waarom? Omdat mijn Adobe ID lid is van een team binnen het bedrijf. Dat wil zeggen, als ik deze bibliotheek aanmaak, dat die voor al onze teamleden binnen Typographics vindbaar zal zijn. En dat zijn er momenteel een 40-tal. Er zijn 40 Adobe ID's, dus dat wil zeggen dat 40 mensen die eigenlijk kunnen vinden. Ik hoef dan niet meer manueel te gaan delen met die mensen. Nu, voor vandaag ga ik eigenlijk een privébibliotheek maken die enkel in mijn opslag, zit. Voilà. En ik zeg create. Voilà, dan krijg ik een nieuwe bibliotheek. Ik hou wel een beetje, ik heb een beetje OCD op dat gebied. Ik hou van orde en netheid, dus ik kan die ook netjes gaan indelen. Eventjes snel daarover. Aan de linkerkant zie je staan Add Group. Als ik daarop klik, krijg ik uiteraard de groepken. En dan kan ik eigenlijk snel een aantal groepen aanmaken. Ik weet niet wat dat betekent. Oh. Als je wil. Sorry, Siri. Dus ik kan hier... Nu ben ik eventjes uit mijn lood geslagen door Siri. Goed. Dus ik kan hier aan de linkerkant namen geven aan mappen of groepen. En dan kun je dat bijvoorbeeld gaan indelen met logo's, images, colors. Eigenlijk een standaard indeling gaan maken voor een huisstijlbibliotheek. Nu, ik ga al dat werk niet opnieuw gaan doen. En ook op dat gebied, ga ik eventjes snel laten zien, heb ik eigenlijk voor jullie een bestandje klaargezet. Dat staat al ergens in onze downloads op de website. Dat kun je nu al vinden. En dat is eigenlijk een template voor een huisstijlgids voor een CC-library. Dat is dit bestandje. Je ziet daaronder staan CC-lips-file. Goed, dit kan ik gewoon slepen in mijn Creative Cloud Desktop-app. En dan gaat die hier ergens toegevoegd worden. Moet ik eventjes gaan zoeken op naam. En normaal is dat toch drag and drop, dus dat zou moeten werken. Ik ga dat nog een keer doen. Hop. Er nog één keer, maar ze verschijnt niet direct. Nu, normaal zal dat werken, geen zorgen. Dus, en dan heb je eigenlijk een bibliotheek die leeg is, maar wel al volledig ingedeeld met al die mappen. Dus op die manier kun je ook heel snel ingedeelde nieuwe bibliotheken gaan maken. Nu, deze bibliotheek hier, die kan ik ook weer gaan delen. En ik denk dat ik hier nog altijd met een probleempje zit. Dat gebeurt wel eens. Dus ik denk dat ik hier even iets moet gaan bekijken op de Mac. Dat kan een mini tip zijn voor mensen die wel een keer worstelen met hun Creative Cloud Libraries. Het is denk ik wel een gekend probleem. Je ziet hier bijvoorbeeld in mijn Activity Monitor van de Mac staan Creative Cloud Library Synchronizer. Die staat hier op 100%. Ik ga die gewoon even een kick in de butt gaan geven. Ik quit die en nadien wordt die opnieuw opgestart. En dan zou dat probleem normaal moeten verholpen zijn. Die zegt nu even, oops, page not available. Voilà, die komt hier al terug. En nu kan ik mijn Boostbox demo. Yes, we're up and running again. Nu ga ik die bibliotheek van daarnet een keer eventjes moeten gaan zoeken. Die demo library. En dan kan ik die gaan delen. Ik ga die terug even aanmaken. Boostbox demo. Voor mijn personal create. Voilà, nu is de share button er wel. Ik had een paar technical issues, people.
ook Cam Edit en ik invite iedereen. Dus die worden nu allemaal lid van de Boostbox bibliotheek. Goed, wij hadden er zo al eentje gemaakt. Ik kan u die ook eventjes laten zien voor ons project. Eigenlijk een ingevulde versie daarvan. En die is toch wel wat meer uit de kluiten gewassen, zodat je ook een idee krijgt van wat daar allemaal in kan. Dus dit is de actieve bibliotheek die wij gebruiken. Daar staat een key visual in met alle grafische elementen. Daar staan logo's in, daar staan kleuren in die wij kunnen gaan gebruiken. Daar staan een hele hoop grafische elementen die onze designers kunnen gebruiken doorheen de dag. Daar staan foto's in voor ons festival, de artiesten die optreden bijvoorbeeld enzovoort. Ik heb hier ook mock-up files in staan, we hebben hier dingen voor CC Express in staan. Er zijn heel wat zaken dat je in een bibliotheek kunt stoppen en gebruiken doorheen alle Adobe applicaties. Goed, maar dat komt nog voldoende aan bod vandaag. Goed, en dan last but not least, ook voorzien voor jullie als download, heb ik een XD-file klaargezet. Ook hier weer Adobe XD, ik ben daar nogal hevige fan van. Voor de mensen die dat nog niet kennen, XD is een UX-UI design tool, wat zich situeert in de webdesign wereld, maar dat wordt meer en meer ook voor andere doeleinden gebruikt. En dat weten ze bij XD zelf ook. Nu, ik werk daar heel graag mee. Waar wordt dan nog voor gebruikt? En ik ga dat eventjes tonen vanuit het homescreen hier van Adobe XD. XD, voor de mensen dat er nog nooit mee gewerkt hebben, geen zorgen, duik daar gewoon een keer in. Dat voelt heel erg aan als Adobe Illustrator. En je gaat ook nog heel wat andere dingen herkennen uit andere Adobe applicaties. Het is een zeer intuïtieve applicatie om mee te gaan werken. Nu, initieel als je nieuwe projecten wilt starten, ga je hier zien staan, oké, iPhone, web, duidelijk dingen voor web. Maar meer dan een jaar geleden verscheen hier ook social media sizes bij. Omdat ze wel wisten bij Adobe XD, oké, die tool wordt ook gebruikt voor digital output of content mee te gaan maken. En dat is ook waar dat ik dat heel vaak voor gebruik. Nu, ik ben een beetje old school, om het zo te zeggen. Wat bedoel ik met old school? Ik heb heel jaren met wat ik de heilige drievuldigheid noem gewerkt. InDesign, Photoshop, Illustrator, waar dat InDesign klassiek de centrale spil zo'n beetje is in mijn werk. Maar dat is de laatste jaren veranderd. Alles wat ik maak voor digital, dat is nu XD, Photoshop en Illustrator geworden, omdat die drie eigenlijk even vlotjes samenwerken als met InDesign in de mix bijvoorbeeld. Nu, wat heb ik klaargezet voor jullie of gaan jullie kunnen downloaden? Ik ga in XD eigenlijk een projectfile aanmaken waarin dat wij voor alle teamleden, voor alle stakeholders in dit project, die gaan daar toegang toe hebben. XD is een van die applicaties die in jouw abonnement inbegrepen is. En waarom doen we dat hier? Omwille van een aantal aspecten van XD. En wat dat de belangrijkste hier waarschijnlijk is, is eigenlijk het collaboratieve aspect. XD laat u namelijk toe om ook weer andere mensen uit te nodigen. En ik ga hier again mijn 5 collega's eigenlijk in uitnodigen. Ik zeg invite to edit. Die kunnen nu lid worden van deze file. En ja, de kikker is hier eigenlijk dat we hier real-time in kunnen gaan collaboraten. Dat is echt een zeer grote plus, dus dat wil zeggen in meetings dat wij allemaal dat bestand kunnen openzetten, dat wij daar dingen in kunnen gaan doen, of dat wij in real time gewoon kunnen gaan samenwerken aan bepaalde aspecten. Nu, ik maak hier van tijd tot tijd wel een keer project files in, omdat dat heel visueel is. En je zult zien in die file dat je kunt downloaden van ons, dat ook helemaal interactief gemaakt is. En dat is een tweede aspect van XD. Daar zitten prototyping onderdelen in. Again, eigenlijk bedoeld voor websites in te gaan prototypen. Maar waarom kunnen we dat niet anders gebruiken? Zoals dat ik al zei, ik gebruik dat voor social media posts te gaan maken en zo. Maar ook al voor presentaties en dergelijke in te maken.
Goed, nu deze file, als ik die dan ga previewen, stel u voor, hè, ik zit in een meeting, ik wil even het project met mijn collega's gaan bespreken, kan ik dat in preview gaan zetten. En je ziet hier dat dat allemaal interactief is. Dus wil ik het hebben over het concept, dan kan ik daarop klikken, dat springt naar het artboard concept, waar dat ik een briefing kan zetten. Ik heb hier pijlen aangebracht om daardoor te gaan navigeren. Ik heb een home button om terug te komen naar hier. Kunnen we het eens over Marcom gaan hebben. En eigenlijk alle medewerkers kunnen daar hun ding in gaan doen en dat eigenlijk gaan aanvullen naar wens. En zo moeilijk is het niet. Zelfs onze marketeer die is daar eigenlijk op relatief korte tijd, niet waar Emma, vertrouwd mee geraakt. Die komt straks wel nog terug. En die kan daar ook al prima mee overweg. Goed, dus ook die file is nu gedeeld met al mijn collega's. Ik zie dat ondertussen Jens hier ook lid van die file is, dus ik kan daar nu ook in aan de slag als hij wil. Recap, dat zijn de drie dingen dat ik nu heb eigenlijk opgezet voor onze workflow te ondersteunen van vandaag. Ik heb een Creative Cloud Files folder aangemaakt en gedeeld met het hele team. Daarin kunnen wij heel wat bestanden gaan hosten, die ook niet Adobe gerelateerd zijn natuurlijk. Ik heb een CC-library aangemaakt en met mijn hele team gedeeld. De point daarvan is dat daar andere zaken in kunnen, zoals die kleuren en dergelijke en de logo's en zo. Maar nog wel wat zaken wat aan bod zullen komen vandaag en die al de designers dan kunnen gebruiken in alle Adobe applicaties. En dan last but not least heb ik hier een XD-file opgezet die gedeeld is met het hele team, zodat we eigenlijk real-time een zicht hebben op wat er gaande is in het project, ook op een heel visuele manier. Alright, dat is het voor mij. Wij gaan een korte break van 10 minuten nemen nu. En dan starten wij daarna met de eerste sessie van elke drie, waar we het over concept en logo design zullen hebben. Dus ik zie jullie graag terug binnen 10 minuutjes. Tot dadelijk.